Hoe ging het vandaag? Ja, gezellig. Leuk. Weer alle oude gezichten zien van vroeger, waar je mee gespeeld hebt. En ja, je ziet het. Eén groot feest. Hoe is het ook om, in deze, ja, om dan hier weer even op het kasteel weer, ja, zoals de, als die jonge Romeo Wouter, te mogen rondlopen? Ja, hartstikke leuk. Als je ziet dat Henk en Nico Jaring, waar ik zeg maar altijd mee gespeeld heb, en Nico een goede vriend van me, nu de hoofdtrainers zijn. Ik vind het altijd wel prettig om terug te komen bij Sparta. Ja. En ja, kijk om je heen. Allemaal oude spelers, dus ja, doe me goed. Wat ook wel mooi is volgens mij als je weer bij elkaar bent en je ziet elkaar niet, ja, niet heel vaak denk ik, maar dan al die verhalen weer even terug te halen. Ja, die kleedkamerverhalen en ja, anekdotes. Net zoals we hebben daar een etentje aan de overkant en dan ja, is het lachen hier brullen. Heb je zo'n anekdote? Ja, het is niet voor de camera bestemd. Nee, maar er zijn er genoeg en vooral de gezelligheid. Mijn oud-trainers. Kopot, Frank Franken heb ik zien lopen, Van der Steen heb ik gezien. Ja, dat zijn leuke dingen, daar kom ik graag voor terug. Nu spelen ze vanmiddag dan de wedstrijd tegen NEC, wat verwacht jij daarvan? Ja, ik hoop dat ze winnen. En helemaal vandaag, nu iedereen er is, ook de oud-spelers, hoop ik gewoon dat ze 3 punten halen. En die hebben ze ook gewoon hard nodig. Verwacht je ook aan het einde van het seizoen, want ja, het kampioenschap is uit zicht, maar denk je dat Sparta, dat die promotie er ook in zit? Ze hebben een kleine terugslag, maar ik denk wel dat ze voor die na-competitie zich klaar moeten gaan stomen en daarin hoge ogen moeten gaan gooien. Dus ik denk wel dat ze een selectie ervoor hebben.